Het is vandaag zondag en ik sta in mijn kledingkamer, slash make-upkamer, slash werkkamer, wie weet. Wij gaan zo even boodschappen doen. Ik ga straks dit allemaal laten zien. Het is nu nog wel een beetje een troep, want ik ben alles aan het inrichten. Voor de mensen die me op Instagram volgen, die weten dat ik mijn pakskasten in elkaar heb gezet. Dus dat zal ik straks even laten zien. We gaan nu in ieder geval boodschappen doen met de kinderen. En in de middag komt mijn vader nog even langs. En dat is een beetje de planning voor deze zondag. Lekker koos, make-uploos. Ik heb vandaag deze hoodie aan van Costes. Mijn broek is van Costes. En mijn schoenen zijn van mijn schoenencollectie met Tango. Dus lekker comfy vandaag. Wat gaan we doen? Bla bla bla. Jullie die wilden in het midden zitten. Bla bla bla. Ze willen per se hier zitten. Gaat lekker, jongens. Dit vind ik altijd zo bizar dat je gewoon... Dit is €69 bij elkaar. We hebben gewoon twee van die volle tassen. Drie tassen eigenlijk. Helemaal vol. Nee, geen avondeten. Maar ja, dat had ik al voor vandaag. Maar alsnog, kijk hoeveel, joh. Nou, wij zijn weer terug. En we hebben altijd bij de Lidl... halen we altijd deze appeltaart. Of de laatste tijd eigenlijk. Die is echt super lekker. Die hebben ze dus gewoon bij het bakgedeelte. Waar je al die donuts en alles hebt. En foute dingen eigenlijk. Nou, weer een lekkere volle koelkast. We eten vanavond. Eten we chili con carne. Maar ik dacht, ik ga het een keer proberen met veggie gehakt. Want de vorige keer hadden wij veggie, hoe heet dat? Ja, ook veggie gehakt. Maar die was iets kruimiger van de Albert Heijn. En die hadden we door de pasta gedaan. En dat was echt... echt heel lekker gewoon. Maarten die vond het ook lekker. En ik weet even niet meer welk merk dat was. Maar het is gewoon bij de Albert Heijn te halen. Eerst even een stukje appeltaart. Dit is echt lekker. Ik zal gelijk even mijn kast laten zien. Daar is het enigszins opgeruimd. Hier ligt nog allemaal troep. Want deze kast stond eerst op mijn kamer. Stofzuiger ligt hier nog. En nou ja, zoals je ziet. Dit is vrij netjes. Troep. Netjes. Troep. Nee, we gaan, of tenminste ik ga dit later nog allemaal even opruimen. Hier heb ik een doos vol met allemaal tasjes van mij. En die tasjes wil ik allemaal hier boven zetten. Dit moet allemaal eventjes geordend worden. Want ik heb even snel alles hier gezet. Zodat ik ruimte kon besparen om de rest in elkaar te zetten qua kasten. Dus voorlopig blijft dit eventjes zo. Dit is in principe wel al goed. Op Instagram kreeg ik ook veel vragen hoe hoog mijn kast is. Hij is 2,36 meter, want onze muren, onze plafonds zijn 2,65. Dus dat komt bij ons makkelijk. Ja, en ik wilde deze indeling. Dus gewoon hier een pakskast van 50 en aan het eind ook. En dan hier 3 van 1 meter breed. En ja, dat past ook precies. Want de vloer bij ons ja, is precies 4 meter. Nou ja, je hebt echt een mini spatie door de plint. Maar verder past die echt precies. Nou ja, dan heb ik hier dus een hanggedeelte. Hier een wat langer hanggedeelte. Dus voor jurken zoals dat. En hierachter zit de stopcontact. Dus Maarten, die heeft voor mij 2 gaatjes hier gezaagd, zeg maar. Zodat ik alsnog die stopcontacten kan gebruiken. Dan heb ik hier gekozen voor lades. Dit moet ik allemaal nog indelen. Nou ja, zo eigenlijk de hele kast nog. Dit is nog een beetje ongeorganiseerd. Want hier heb ik bijvoorbeeld vesten, truien. Ook nette dingen gemixt met t-shirts en zo. Dus deze moet ik nog eventjes opnieuw organiseren. En ik heb hier een glasplaat. Maar er werden geen... Ja, er zitten van die schroefjes met dopjes bij, horen erbij te zitten. Maar die zaten er niet bij. Dus Maarten zei dat hij nog wel van zijn kast boven, dat hij die nog heeft. Maar die zijn wel zwart, maar in principe zie je dat toch niet. En anders moet ik die eventjes gaan halen. Maar die wil ik dus hierboven. En ik heb gekozen voor 1 la met een glasplaat. Omdat ik... Ja, de rest gewoon wel lekker ja, uit het zicht wil. Ik heb hier bijvoorbeeld allemaal tops, chillkleding voor thuis en sportkleding. Maar ik dacht, hier kan ik eventueel nog parfumdingetjes of ja, dingen die wel in het zicht mogen, zeg maar, wou ik hier dan doen. Dan heb ik hier wat jasjes. Ik wilde eigenlijk van die witte synthetische stofmandjes halen, zeg maar, die je kan afsluiten en dat dan hier plaatsen. Zodat ik daar eventueel bijvoorbeeld zomerkleding kan plaatsen wanneer het winter is. En winterkleding wanneer het zomer is. Dan hoeft het ook niet meer naar zolder. Dit is nu mijn kast.
En ik heb het helemaal zelf in elkaar gezet. Ik vond het echt wel leuk om te doen, maar ik kan nu geen kasten meer zien. Dus ja, dit is in ieder geval het eindresultaat. We moeten alleen nog eventjes dit... ga ik samen met Maarten doen, want hier moet je echt een gat voor boren in die kast. Maar dan kan je het zo aan elkaar vast binden. Want nu zit hier bijvoorbeeld zit een spatie, terwijl die kast wel recht is. Ik had alles al opgemeten. Hier heb je het wat minder. Hier eigenlijk bijna niet. Maar ik wil ze wel gaan koppelen. Dus dan moet je ze boven en onder aan elkaar schroeven. Dus dat ga ik later nog eventjes met Maarten doen. Maar verder is het klaar. Echt blij dat het eindelijk af is ook. Ik ben volgens mij vanaf vrijdag of zo was ik bezig. Het is nu zondag. En telkens moest ik dan mijn tijd verdelen natuurlijk met de kinderen. En Maarten die heeft dan af en toe ook gewoon lekker met ze beneden gezeten. Zodat ik boven mijn ding kon doen. Maar... ja, dat was wel een werkje. Vandaag wilde ik gewoon eventjes lekker geen make-up op en ook stijl haar. Ik had gisteren lekker mijn haar gewassen en ik dacht, oh, ik heb geen zin om nu mijn krullen te moeten feunen en weet ik het wat. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer lekker voor stijl haar. Soms vind ik dat ook lekker, want dan kan ik er veel makkelijker zo doorheen en zo. En eigenlijk geen make-up op gedaan, omdat ik automatisch of zo, wanneer ik ga vloggen, dan doe ik automatisch ook even een beetje verzorgd. Wil ik er dan uitzien en zo. Terwijl ik op een gegeven moment denk van ja, het is toch real life. Dus ik kan net zo goed, weet je, ook op de dagen dat ik gewoon denk van nou, geen zin in make-up. Want dat is echt, ik denk dat ik zeker, op misschien mascara na, maar dat ik zeker 5 dagen in de week wel zonder make-up oploop. En volgens mij maak ik dan niet eens een grap. 4 à 5 dagen denk ik zeker wel. Omdat ik dan gewoon vanuit huis werk en vaak hoef ik dan ook nergens naartoe als ik echt een dag heb ingepland om te editen en alles. Dus dan doe ik gewoon lekker geen make-up op. Haal ik de kinderen ook zo op en breng ik ze naar school en alles. En dat vind ik wel prima. Real life. Dus ik heb dat ook een beetje losgelaten. Dus als jullie me zonder make-up zien, dan weet je dat het is. Omdat het gewoon ja, een standaard no make-up day is voor mij. Maar ik moet zeggen, ik vind het soms wel leuk om bij anderen dat te zien. Dan hebben ze bijvoorbeeld 1 dag geen make-up op. En dan de volgende dag weer fully glam. En dan vind ik gewoon dat contrast vind ik wel leuk om te zien. Ik zie dat mijn batterij leeg is. Dus ik ga hem eventjes hier bij mijn kast in het stopcontact doen. En ik ga eventjes nee naar bed brengen, want die is moe. Oké, jongens, we zien een spin. Dus wat gaan we ermee doen? Stortzagen! Ja. Oh my god. Ja? Super groot. Check even, hij is echt best wel groot. En nu zit hij hierin. Oh, waar is die? Hij kan er ook nog uit kruipen. Hoe dan? Nou, als hij via de slang weer terug gaat. Oh, deze spinnenweg. Spinnenweg? Ja. Dat is waar. Zit erin? Zie je hem lopen? Nee, ik zie hem. Je kan goed kijken, denk ik. Ik kan niet meer in. Deze weg. Ik zie dat Waar is de spintje, nee? Spinweg. Spinweg? Ja. Hebben we hem opgezogen? Ja. Zit hij in de stofzuiger? Nee. Waar is hij dan? In de stofzuiger. Zit hij in de stofzuiger? Ik zie hem in de kijkerdoor. Nee, doe dat maar niet. Hij zit daar, hij zit daar. Nee, ik denk dat ik hem eventjes ga legen. Ik ga gewoon die bak eruit halen. Nou, ik heb die schroefjes van Maarten gekregen. Ik denk dat ik hem hier ga doen, omdat de spatie tot nu toe, ja, is het misschien te veel spatie. Nee, ik denk dat ik hem wel hier ga doen, die eronder. Nou, ook die zit. Nu heb je dus gewoon hier zo die glasplaat erop. En bij Maarten heeft hij nog bepaalde dingetjes hierop staan. Maar ik denk dat dat niet hoeft. Maar ik vind het wel mooi zo. Ik heb trouwens ook weer allemaal pakketjes binnengekregen. Het is niet gesponsord. Ik heb het wel gekregen. Dit is zo'n adventkalender. Meestal is het in december. De hele maand. Douglas heeft altijd wel leuke pakketjes. Als ik zeg maar weer wat van hun binnenkrijg hier ook. Eyeshadow palette. Deze.
Even kijken wat voor kleuren hierin zitten. Oh, je ziet op de achterkant al. Oh, mooie kleuren. Kijk, allemaal van die nude kleurige tint. Maar ook van dat peachy. Dat vind ik ook wel echt mooi. Bruin. Echt hele mooie kleuren zitten hierin. Oh, dit is ook van Douglas. Volume Obsession. Oh, dit is ook wel leuk. Een lip liner. Een matte lipstick. En een gloss. Dit vond ik ook echt zo schattig. Deze kreeg ik van Bourjois. En mijn zusje zei dat deze echt volgens mij heel goed dekken. Deze foundation. Het is een foundation. Oh, er zit er niet echt meer goed in. Nou ja. Hier, het is een foundation en een concealer. Ik hoop dat hij niet te licht is of juist weer te donker. Ik zou even moeten kijken. Ik denk dat dit wel een beetje mijn kleur is qua concealer. Die. Eens even checken. Oh, het is nog best donker. Deze is denk ik zelfs te donker als ik het zo zie. Ja, hij is best wel donker. Dus dan zou ik wel die lichte. Die lichte is qua concealer. Ja, die lichte is dan beter. Die lichte zie je nu eronder. Die is denk ik beter voor mij dan qua concealer. Maar dit is in ieder geval... hij dekt wel goed. Dus dat is goed. Kom maar kijken, schat. Wat een mooie kleur dit. Dat is volgens mij ook precies mijn kleur. Kijk, kijk, kijk. Ja, oh. Hij ruikt lekker. Really? Nee, zit gewoon die adventkalender open te maken. Je bent een boef. Nee, niet open. Mag niet open. Nee, het is niet van jou. Het is niet van jou. Je mag het niet openmaken, Janee. Dan moet je vragen aan mama. Nee, die kan je ook niet openmaken. Het zijn geen cadeautjes. Ja, dus dat is van Bourjois. Was dat het al? Oh, dat was het al. Wil je kijken wat we allemaal hebben? Gaan we die andere kleuren ook proberen? Maar ik denk dat dit wel een beetje mijn kleur is. Dan ga ik kijken. Ja. Ze heeft net van die cheese dippers zitten eten. Je mond is helemaal vies. Ga eens een doekje pakken. Dit gaan we even netjes terugleggen. Ik ga dat gewoon doen. Ik ga dat mandje voor Janee bewaren. Dat is wel leuk. Hè? Ja, die moet mama weggooien. Of wil je die bewaren? Ja. Ga maar je speelgoed pakken. Of je, waar zijn je blokjes? Kijk, ik heb hier een blokje. Die kan je er allemaal in doen. Maar waar is de rest? Ga je al je blokjes erin doen? Ga nou even een doekje pakken, schat, voor je mond. Good morning. Het is inmiddels alweer een paar dagen later. Zeker bijna een week. Het is donderdag vandaag. En ik heb net lekker een kopje koffie voor mezelf gezet. Cappuccino. Ik doe nou altijd karamel trouwens erin. Dat is super lekker. Ik ga eventjes twee broodjes voor mezelf smeren. En dan ga ik naar de sportschool. Ik ben nu voor de tweede keer deze week. Of tenminste, dit wordt de tweede keer deze week dat ik naar de sportschool ga. Ik wil het er gewoon weer even langzamerhand oppakken. Ik ben vorige week één keertje geweest in de oude Basic Fit, zeg maar. Of de oude. Er zijn volgens mij drie Basic Fits hier in Lelystad. En ik ga meestal naar die van de stad. Maar er is nu ook een nieuwe. Er is één sportschool die er ooit was hier in Lelystad. Die is overgenomen door Basic Fit. En ik ben daar nu deze week geweest. En ik vond die echt super chill. Echt, je kijkt uit op de natuur. Het is ook nou, best wel ruim allemaal. Je hebt echt drie verdiepingen. Beneden cardio, boven kracht. En in het midden zeg maar. Ja, het zijn halve verdiepingen zeg maar. En dan daar heb je ook nog... allemaal kracht. Dus ik vond het echt heel erg chill. Dus daar ga ik nu weer naartoe. En ik dacht, ja, ik heb al super lang niet in de gym gefilmd. Dus ik denk dat ik jullie gewoon mee ga proberen te nemen. Als het niet te druk is in ieder geval. Dus ik ga nu eventjes twee broodjes smeren. Ik denk dat ik er avocado op ga doen. Even kijken, hebben we nog avocado? Yes, avocado. Kipfilet en rucola denk ik. En dan kunnen we zo naar de sportschool. Oh ja, voordat ik ga zal ik nog eventjes mijn kast laten zien. Ik heb hem helemaal ingericht. Daar heb ik uiteindelijk schoenen gedaan en onderin producten. Dat heb ik gisteren allemaal uitgezocht boven tasjes. En daar staan twee mandjes met producten die ik allemaal weg ga geven. Dan ga ik altijd eerst mijn vriendinnen langs, mijn moeder, mijn zusjes en zo. Nou ja, hier kunnen van die mandjes waar ik eventueel winterkleding of zomerkleding in dit geval dan in kan doen. En daarboven kunnen zelfs ook nog allemaal mandjes of van die dozen. En dit moet ik allemaal nog uitzoeken. Dit zijn allemaal t-shirts, broeken, jurkjes en zo. En ik denk dat ik die jurkjes lekker bovenin doe, want dat draag ik toch bijna nooit. Alleen als ik ga stappen of zo. Dus dat kan dan allemaal naar boven. En dan ga ik het eventjes opnieuw indelen nog. Maar ja,
dit is het voor nu. En hier komt dan zo'n make-up spiegel. Ik heb er nog eentje, maar die heeft twee losse lampen. En ik wil er eigenlijk eentje met ingebouwde lampen hebben. Dus dan ga ik even kijken of dat ik mijn oude spiegel aan mijn schoonzus ga geven. En verder heb ik hier al mijn winterjassen gedaan. Ja, die teddycoats, die zijn allemaal zo groot, zeg maar. Dus ik dacht, dan hang ik het gewoon hier. Sommige jassen, nou, ik denk dat ik zeker de helft van dit heb ik zeker al 3 à 4 jaar. Dan heb ik hieronder al mijn boots gedaan. Dus deze zijn allemaal van mijn collectie met Tango. Even kijken, deze en die. En ja, nou, Dr. Martens heb ik dan nog. En daarachter heb ik allemaal hakken voor uitgaan. Omdat ik toch bijna nooit uitga. En dan heb ik hier nog plek voor mijn sneakers die nog beneden staan. En daarachter heb ik dan allemaal sandalen en zo gedaan. Ja, dat moet ik nog even uitzoeken. Maar ja, dit is een beetje het idee. Ook met de la en zo. Dus ja. Ik heb trouwens nu deze top aan. Ik weet alleen niet waar die van is. Nee, geen idee welk merk dit is. Ik heb hem ook al heel lang, moet ik zeggen. Kan die van H&M zijn? Of van Gymshark of zo? Deze legging, die heb ik van... Wat merk is die? Oh ja, Women's Best. Die heb ik ook al heel lang. Ik heb deze ook in het lichtgrijs. Die is ook wel gaaf. En mijn Nike schoenen eronder. Deze. Die vind ik altijd het beste om mee te sporten. En die heb ik ook in het wit. Zo, ik sta voor de gym. Net reed ik op de rotonde. Maar echt, dat heb ik zo vaak, hè. Dat mensen dan ineens ervoor schieten... En dan kijken ze je nog aan, maar niet eens van, oh sorry, ik zag je niet of zo. Maar gewoon doorrijden alsof er niks aan de hand is. Er zijn vaak mannen die dat doen. Niet om te discrimineren, maar echt mannen zijn daarin, die willen niet snel toegeven dat ze fout zitten volgens mij. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar net weer hoor. Schiet er ineens zo'n man echt vet snel voor me, terwijl die eigenlijk helemaal geen ruimte meer had. Maar goed, de laatste tijd heb ik in ieder geval echt weer zo'n drang om naar de sportschool te gaan. Ik heb ook zo'n... Samen met Maarten heb ik die, hoe heet die documentaire nou? Game Changers? Nee, niet Game Changers. God. Ik weet even niet meer hoe die documentaire heet. Ik ga het wel even opzoeken. Ik doe eventjes deze zo. Maar die documentaire ging echt over CrossFit en zo. En ja, wel heftig hoor. Want die vrouwen die je daar ziet, die zijn echt mega gespierd. Maar ja, dat kan ook niet anders. Als je zulke zware trainingen doet, ja, op een gegeven moment dan raak je wel zo gespierd. Maar heel veel vrouwen zijn bang dat als ze hun bovenlichaam trainen, dat je dan super gespierd wordt als vrouw zijnde. Maar dat is helemaal niet zo. Weet je hoe zwaar je dan moet trainen als je zo gespierd wil worden als bijvoorbeeld die vrouwen van die CrossFit trainingen, zeg maar. Nou, dat is echt... Dan moet je heel zwaar trainen. Dus nee, ik onderhoud zowel mijn bovenlichaam als mijn benen en zo. Ik moet zeggen, ik vind benen wel het leukst. Maar ik vind de laatste tijd vind ik rug vind ik ook heel erg leuk. En schouders. Pak me ook wel heel erg. Maar goed, ik ga gewoon naar binnen en ik ga gewoon kijken in hoeverre ik kan filmen. En het kan zijn dat een paar oefeningen dat het niet handig is om te filmen. Of dat ik de camera niet goed neer kan zetten. Dus dan skip ik dat gewoon. Maar ik probeer zoveel mogelijk te filmen. Zaterdag de verjaardag van dat weekend dat we in Londen waren. Toen had Maarten in die, ik weet even niet hoe die grote mall nou heette. Maar daar had hij van die Balenciaga's gezien. Die hij heel erg gaaf vond. Dat is die nieuwe, die Track Balenciaga's. En die zijn wat anders dan die Triple
S of weet ik veel hoe die andere heet. Maar die vond hij altijd heel erg groot ogen en zo. Dus nu zag hij dus die track, Balenciaga's. En ik vond ze ook wel vet. En toen zei ik nog, want we zagen eigenlijk allemaal gekke kleurtjes. Maar ik zei nog tegen hem van als ze die nou ook in het wit hebben. Want die deden me echt heel erg denken aan mijn oude New Balance schoenen, zeg maar, die ik ooit had. En dat waren echt mijn favoriete witte sneakers. Maar goed, die Balenciaga's, die lijken dus echt een beetje op die. En ja, ik vond ze gewoon qua look. Ik zei nog tegen Maarten van, nou, als ze die ook in het wit hebben, dan wil ik ze hebben. Dus, en Maarten die vond die zwarte heel erg gaaf. Dus ik vroeg nog voor de zekerheid aan Maarten van, weet je zeker trouwens dat je die zwarte mooi vond? Wil die niet een ander kleurtje? Dus hij zei, ja, ik denk wel gewoon zwart, want dat kan hij gewoon overal bij dragen. En die andere, zeg maar, als je gekke kleurtjes gaat doen, want ze hadden ook echt fel oranje en geel en weet ik veel wat. Hij zegt, als je zo'n kleurtje gaat doen, dan, ja, dan is het zo kleursgebonden. Dan kan je niet echt alles erbij combineren. Dus toen dacht ik van, oké, dan haal ik die zwarte en die witte. Dan is dat een soort van vervroegd kerstcadeau van mij. Want we doen niet echt meer de laatste tijd aan kerstcadeaus. We kopen eigenlijk het hele jaar door wel spullen voor elkaar. Dus ja, ik dacht, dan heeft hij dat alvast van mij. Ja, dus hij weet van niks. Want hij vroeg nog van, heb je het nou voor jezelf besteld? Ik zo, nee, kijk nog even verder zogenaamd. Het komt morgen gewoon binnen, maar goed. Dus ik ga even kijken of dat ik dat nog in deze vlog verwerk, waarschijnlijk wel. Een van de volgende beelden zal dan misschien zijn dat Maarten die schoenen ziet. Want ik ga het denk ik gewoon hier in de woonkamer leggen. En dan wanneer hij thuis komt van werk, dat hij het dan ziet liggen of zo. Kijk wel even wat ik doe. Het is inmiddels vrijdag, de volgende dag. En zoals beloofd, zal ik nog even laten zien, zodra de Balenciaga schoenen binnen zijn, ja, hoe Maarten erop reageert, denk ik. Ik weet niet hoe ik dit ga filmen, maar goed. Daar ligt zijn present. Ik zit nu echt als een klein kind te wachten tot hij thuis komt. Dit heb ik altijd. Als hij iets van mij krijgt of zo, of ik heb een verrassing voor hem. Nou echt, ben ik echt zo aan het stuiteren. Ik denk dat hij over 5 minuutjes of zo er wel is. Moet je kijken? Oh, je hebt je schoenen verkeerd om, schat. Hé. Dat heeft ze verkeerd om aangedaan. Kijk, je lukt het. Pak ik mijn haar even. Ja, er zit ook echt een strik om voor mezelf. Nee, begin, heb jij het? Wanneer heb je ze besteld? Was hij jou erger? Mama, weet je wat ze deed? Ja, dacht ik al. Nee, ja, baby is gewoon makkelijk. Mijn eigen. Lopen, ga maar lopen. Ga lopen. Sterk ben je, zo sterk. Ga lopen, hè? Ga lopen. Oké. Ja, jij moet niet lopen. Jij moet niet lopen. Ja, die schoenen zijn niet veranderd, hè? Papa, gaan we op. Nou, ben benieuwd. Ja? Wat? Paten. Mijn hersenen zijn nog aan het verwerken. Zij nog tegen, je hebt je zeker besteld. Je zegt nee. Nog even kijken. Ik dacht van, nee. Papa, deze vond ik niet. Ja, dat vond ik dus ook. Laat zijn, jij hebt zwart, hè? Ik heb wit. Ja, maar daar zit ook aan. Papa, kijk! Zet maar. Volgens mij zijn ze net zo groot als die andere gewoon. Welke? Die triple S. Nou, niet echt. Daar wil ik gewoon zwart en het liefst gewoon. Dat is wel mooi. Je moet dan die veter. Was het niet voor jou, hè? Moet je pakken? Ja. Ik ga boksen met je. Wacht dan. Nee. Nee, kom. Ja. Maar wit sowieso is het goed. Volgens mij zei ik het nog in Londen tegen. Toen zei je nee.
Met jou, en juist wit. Met jouw maat is het sowieso... Janine, gaat het goed? Ik vind ze zeg maar nu, bij wat ik nu aan heb, vind ik ze te groot. Nee. Maar als ik... Omdat het model zelf is al groot, snap je? Ja, precies. Maar als ik dan, wat je zegt, een hoodie of een lekker... Gaat het? Zo'n lekkere grote jas. Dat vind ik het wel weer kunnen. Zeg maar, het moet zo zijn dat je iets aan hebt waarbij je gelijk naar die schoenen kijkt. Dus als het al oversized is, dan vind ik dat het minder... Opvalt. Ja. Jij gaat boksen bij mij. Nou, ben je er blij mee? Ja, natuurlijk. Nou, het is al wat later. Ik ga bij deze de video afsluiten. Want volgens mij is deze vlog al super lang geworden. En jij gaat zo slapen? Nee. Nee. Janine ook. We hebben net heel fout gegeten. We hebben snackbar gegeten. Heel fout gegeten? Heel fout. Patatjes. Maar het is vrijdag, dus dan mag het. Heel fout gegeten? Mm-hmm. Nou, tot de volgende video weer. Doei!